bij de examentraining over bouwstenen. En dan hebben we het over de bouwstenen van koolhydraten, vetten en eiwitten. De belangrijkste drie die je moet kennen. Op 67a van BINAS zie je de structuurformules en de structuren van de monosacchariden. Je ziet glucose daarboven. Je ziet ook hoe de koolstofatomen genummerd zijn in het molecuul. En de tweede laag zie je fructose. En je ziet ribose. Ribose, de suikerruggengraat van RNA. En je ziet daarnaast deoxyribose. En dat is de ruggengraat van DNA. Met ook de nummering van 5 accent tot met 1 accent. En 5 en 3 die bij DNA natuurlijk van belang zijn. Twee glucosemoleculen kunnen onder afsplitsing van water aan elkaar komen te zitten. Condensatie dus, want er komt water bij vrij. Het omgekeerde kan ook en dat is hydrolyse. Hier zie je een aantal disacchariden, maltose, maar ook saccharose, wat je in de thee en in de koffie doet, en lactose. Die zijn dus door condensatie ontstaan. Wanneer je hele lange moleculen krijgt, polysacchariden, amylose, chitine en cellulose, het zijn allemaal stoffen die niet meer wateroplosbaar zijn. Onder glycogeen, een keten, maar dan sterk vertakt, is niet wateroplosbaar. En dat is mooi, daar kun je een heleboel glucose opslaan zonder dat er veel water nodig is. En hetzelfde geldt voor de opslag van koolhydraten voor planten. En dat is zetmeel. En zetmeel is ook minder sterk vertakt dan glycogeen. Daarmee komen we bij de volgende groep moleculen. Bij de vetten. En een vet bestaat uit het groene gedeelte, een glycerol en uit een aantal vetzuurstaarten. En op eenzelfde manier kunnen die vetzuurstaarten aan die glycerol gebonden worden. En je ziet dat daardoor drie watermoleculen ontstaan. Glycerol en de drie vetzuurstaarten. Hier zie je zo'n vetzuur. Die heeft de zuurgroep, de carboxylgroep. Die kan een haartje afsplitsen. En hier de ruggengraat van de koolstofatomen. 1 tot 19 C's kunnen dat zijn. En deze is verzadigd, want er zitten hier zoveel mogelijk haartjes aan de C-atomen. Deze is niet verzadigd. Je ziet een dubbele binding tussen een aantal C'tjes. En daarmee is dit dus een onverzadigd vetzuur. Die stolt dus ook minder makkelijk. 76b, daar zie je een glycerol en de vetzuren. En een vet noem je, zoals je hier ziet, ook wel een triglyceride. En hier zie je een aantal vetzuren. Hier zie je onder op die pagina nog fosfolipiden, onderdelen van celmembranen, fosfaatgroepen en een stikstofgedeelte. Het stikstofgedeelte is hydrofiel, dus trekt naar water toe. En er is een hydrofoob gedeelte, de vetzuren. Dan komen we al bij de derde groep, de eiwitten. En die bestaan uit aminozuren. Hier zie je een aminozuur en je hebt hier de aminogroep en hier heb je weer de carboxyl, de zuurgroep. En daarbinnenin zie je een C-atoom zitten met aan de ene kant een H en aan de andere kant staat een R. En dat is de zijketen en die verschilt bij de verschillende aminozuren. Die aminozuren worden aan elkaar geregen tot een polypeptide. En zo'n polypeptide dat gaat zich dan weer vouwen tot een eiwit. Maar eerst nog moeten die aminozuren aan elkaar gekoppeld worden. En dat gebeurt weer op dezelfde manier. Dus de ene kant wordt de OH-groep afgesplitst en de andere een H. En dan wordt het koolstofatoom van de ene, van het carboxyleind, wordt gekoppeld aan de stikstof van de andere.
En dat heet polycondensatie, omdat ze meerdere aan elkaar gekoppeld worden om een polypeptide te maken. En hier zie je zo'n polypeptide, die kunnen nog wel veel langer zijn. En die kan weer in stukken geknipt worden en dat gebeurt dan door peptidase. En dit is een endopeptidase, want die knipt hier in het midden. En je hebt ook exopeptidase, die aan het uiteinde een groep eraf knippen, een aminozuur eraf knippen. Hier zie je de verschillende structuren van de aminozuren en daar staan de verschillende zijketens op afgebeeld. Een aantal van deze aminozuren zijn essentiële aminozuren, want die kan het lichaam dus niet zelf maken. Die moet je opnemen via je voeding. De andere kun je wel zelf maken en het gaat via transanimering. Zo kun je dus, wanneer je dus een keten hebt aan de molecuul hieronder en die wil je aan de molecuul hierboven hebben, door transanimering kun je dat voor elkaar krijgen. En dan maak je dus de juiste aminozuren. En dit is dan tevens het einde van de bouwstenen examentraining. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.